expositie From the Heart in Middelburg, in het prachtige Huis 's-Hertogenbosch. En het heet De Hoopvolle Tafel, omdat in dit schilderij heb ik een heleboel dingen verwerkt, details verwerkt, die staan voor hoop. De zwaluw, die staat voor hoop. En het kaarslicht. De kleur turquoise, groen, blauw staat ook voor hoop. Goud staat voor geluk, althans bij mij. En deze gouden plekjes zijn dan ook de lichtpuntjes. En de weg die daar door het landschap naar de horizon loopt, die staat ook voor hoop. Dit tweeluik heb ik ook in 2017 gemaakt. En het heet Omnipresence of Alomtegenwoordigheid. Het bijzondere hieraan is dat ik in plaats van de zwarte contouren die ik normaal altijd gebruikte in mijn schilderijen, dat ik de vrijheid had om die nu gekleurd te maken. Het gaat erover dat degene die je verliest, die vertrekken uit je leven, altijd bij je zullen blijven. Wat mij nog wel herkenbaar is voor de mensen dat het om gezichten gaat. En ik heb gekozen voor een mannengezicht omdat ik daar meer vlakken in zie. In mijn werk zijn kleur en vorm gewoon heel belangrijk. En daar heb ik bij deze schilderij me meer op gespitst. Het zijn veel meer kleurcomposities dan iets anders. Voor mij zitten er wel betekenissen achter ook. Deze man van I Am Here, die heb ik ook echt ontmoet. En die heeft grote indruk achtergelaten. Dus die was echt I Am Here. Ik deel altijd alles op Facebook waar ik aan bezig ben in mijn atelier. En toen kreeg ik een bericht van mijn neefje, de zoon van mijn zuster uit Engeland. En die zei, waarom maak je ook niet een I Am What I Am? De Gay Anthem. En dat is een liedje van Shirley Bassey, I Am What I Am. Dus ik heb ervoor gekozen om alle kleuren uit de regenboog te nemen. Maar ik heb ze verdonkerd. En zo is I Am What I Am ontstaan. Ik was haar mantelzorger. Ja. Voor de laatste jaren. En dat heb ik met heel veel liefde gedaan. En ik was ook heel blij voor haar dat het uiteindelijk dat ze mocht overgaan. En die periode daarna heb ik echt ruimschoots de tijd kunnen nemen om dat te verwerken en om dat een plek te geven. Maar dat heb ik dus ook in mijn werk. Heb ik daar de vlinders staan voor overgang, voor verandering. Ja. Mijn verandering, haar verandering. Ja. De vrijheid die zij heeft gekregen. Dit is Desire, verlangen, en ook in 2017 gemaakt. Ook met gekleurde, of in elk geval lichtere contouren. Hier heb ik goud gebruikt. Het goud staat voor geluk in mijn werk en het verlangen spreekt voor zich. En de vlinders staan voor verandering, nieuwe periode.